We zitten op de fiets en we gaan er nu naartoe. Ik heb zo'n knoop in mijn maag gewoon, doordat je weet waar het om gaat. Goedemorgen, ik heb nog steeds niet echt stem en dat jeukt echt in mijn keel, maar goed, ik ben wel aangekleed, ik heb weer alleen mascara en eyeliner op, omdat ik gewoon echt wil dat mijn gezicht gewoon goed kleur krijgt en plekjes allemaal kunnen uitdrogen in de zon, dus ik denk ik doe er helemaal niks op verder. Aangekleed, top van Ishii, rok van Warehouse en mijn hele oude Doen-sandalen, want ik heb ook nog eens een hele grote blaar op mijn voet en deze zijn de enige die aan mijn voeten kunnen nu op dit moment. Ben in de ochtend bezig geweest met Sarah, want die wil niet echt doorwerken deze week met school. Dus daar heb ik bij gezeten. En nu gaan we weer even boodschappen doen en we gaan bloemen halen. Ik heb gisteren natuurlijk echt heel triest nieuws verteld. En er is nu een actie dat iedereen die ze kent of iedereen die meeleeft, die ze ergens enigszins kent of ervan hoort hier, een bloem bij hun in de tuin legt. Als teken dat we aan ze denken. Dus daar gaan we bloemen halen en als Marco dadelijk uit zijn werk is, gaan we die in de tuin leggen. Dus dat is vanmiddag, maar voor nu eerst de fiets op en naar de supermarkt. Dus staan we in de rij bij de supermarkt en het zijn echt lange rijen. Kijk, er staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wachten nu voor me en alle andere rijen zijn ook zo. Echt, en we hebben bloemetjes gehaald, we hebben er 3. Deze hele mooie. En de oranje geeft Marco, de roze ik en deze geeft Sarah. Marco is later thuis uit werk. Elke keer als ik weer begin te praten denk ik weer, oh ja, mijn stem was zo. Maar goed, ik ga dus op tijd koken, dan gaan we de bloemen daarna doen. En ik ga een lekkere pasta maken met spinazie. En daar heb ik echt wel heel erg trek in. Ik had spinazie, spekblokjes en fusie. Nou, dat is leuk. Wil ik alles bij elkaar pakken. Kom ik erachter dat mijn spinazie, die ik heb gepakt, want die lag niet in het schap. Dus ik weet zeker dat ik die heb gepakt. Maar die zit niet bij mijn boodschap, het staat ook niet in mijn bon. Dus die is ergens op de een of andere manier fout gegaan. Dus we gaan nu rijst met groentesaus en spitskool eten. En spekjes. We zitten op de fiets en we gaan er nu naartoe. Ik heb zo'n knoop in mijn maag gewoon, doordat je weet waar het om gaat. Echt, het is zo heftig, zo zielig. Ja, het is wel belangrijk om zoiets. En het is helemaal afgezet, dus we zijn nu helemaal aan het kronkelen door het park. Het is wel even lekker hoor, zo buiten. We gingen dus net bloemen brengen, maar ze waren thuis en we werden binnengevraagd. Dat hebben we ook gedaan en we zijn ook naar binnen gaan om afscheid te nemen en dat was echt wel best wel heel heftig om te zien. Het was heel mooi, hij lag er heel erg mooi bij, maar ja, gewoon zo'n klein mannetje zo zien, dat is echt, ja, zo bizar heftig. Echt, mijn moeder huilt zo hard hiervan. En moet je dan voorstellen, dan het verdriet wat jij er al van kan voelen en dan is het niet jouw kind. Dus hoe hun verdriet is, dat is gewoon niet te beschrijven. Echt, ik heb er gewoon geen woorden voor. En ik zit nu ook echt heel erg mijn best in om me groot te houden. Maar ja, het is zo intens om dat te zien en te beseffen en... Ja, ik weet even niet meer. Ik voel me niet heel fijn. Dus ik ben even in mijn bed gaan liggen. Het is echt vroeg. Ik lig nooit vroeg op bed, maar ik had er even behoefte aan. En ik ga gewoon even filmpjes kijken of zo. Totdat ik eigenlijk gewoon zo in slaap val. Dat kan... Dus desnoods, terwijl ik iets aan het kijken ben, dat ik gewoon zo in slaap val. Dus ik wil wel vast even de vlog afsluiten.
met mijn geweldige stem. Bedankt voor het kijken en tot morgen.